Fruitteler Robert Elsdorf uit Dronten laat wekelijks zijn bestelbusje met 150 kilo van zijn biologische appels. Deze zijn niet voor de verkoop. Elsdorf geeft ze gratis weg aan bejaarden en verzorgingstehuizen in de naaste omgeving. Mijn moeder zit in een verzorgingshuis sinds januari. Toen kwamen de coronamaatregelen, toen mochten we haar niet meer bezoeken. Toen dacht ik, het is misschien wel leuk om daar wat appels te brengen. En dat heb ik gedaan. En tegelijkertijd, toen ik dat deed, dacht ik, dan doe ik ook alle verzorgingshuizen in Dronten maar, hier in de regio. De bewoners en het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Robert Elsdorf weet dat er een aantal collega's zijn die ook al gratis fruit uitdelen. Maar hij hoopt dat nog meer fruittelers zich aansluiten bij deze dankbare actie. Ja, dit is natuurlijk top, hè? Al 5 weken lang krijgen wij gewoon appels iedere week. Mensen zijn er blij mee, personeel is er blij mee, extra vitamintjes, er wordt appeltaart van gemaakt. We zitten met de bewoners lekker appeltjes te schillen. Ja, het is echt geweldig. Ik kan je geen hand geven, maar dankjewel. Ik hoop ook dat deze moeilijke periode er wel aan bijdraagt, dat we bewuster worden van waar komt ons eten nu vandaan. Ik heb er soms moeite mee dat wij producten van heel ver weg hierheen halen, terwijl we ook lokaal, als ik over lokaal praat, we zijn natuurlijk ook een handelsbedrijf, praat ik over heel Europa, hebben we hele goede producten. En als we dat op een goede manier doen, dan is dat vele malen duurzamer dan grote containerschepen uit Chili of Argentinië hier producten heen halen. Chocola, gebak, koekjes is ook geweldig, maar ik ben bang dat we straks allemaal met overgewicht zitten. Dit hoop ik houdt de weegschaal een beetje in balans. En hier smullen de bewoners ook echt van. Het is herkenbaar, een appeltje voor ze. Dus ik vind het echt geweldig.